Jullie zien het, maar over zo'n werk zijn, ik zie niks. Helemaal op een jendo. Ja, alles zit op. En dit behoort een boom te zijn, een boom in een pot. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, de 30ste van de 4e, 2024. En we leven om, jawel, 2:05. Ik ben al geruime tijd eruit, maar ik ben niet eerder aan het vloggen toegekomen om jullie erbij te pakken. Want ik heb het al heel druk gehad. Ik heb onverwachte visite gehad. Dat was mijn lieftallige broer Koen, waar ik morgen naartoe ga. Die kwam niet alleen. Die had iemand bij hem, maar daar kom ik zo op terug. En zijn hond Bonno. Rijka kon Bonno al, omdat ik Rijka voorheen wel meenam naar hun toe. Maar Elwin, die kon Bonno nog niet. Maar dat ging zo. Perfect, alle drie in één huis. Het lag zich neer en klaar. Toppie. Maar mijn broer had dus nog iemand bij hem en dat was ook een man. Maar dat was een hele leuke verrassing. Een hele oud, tenminste oud. Ja, de duvel is niet, nog niet eens iets oud, laat staan wij. Maar een oudere buurman van vroeger, laat ik het zo maar gaan zeggen. Van vroeger, dat ik nog thuis woonde. Koen die woonde ook in eerste instantie nog thuis. Ze zijn later pas samen gaan wonen en gaan trouwen. Toen er een huis in dezelfde straat leeg kwam. Maar in ieder geval, daar woonde de buurman ook, Ruud Keizer. Nou, hartstikke leuk dat ik hem weer eens zag. Ja, hij komt vaker in Den Helder, maar hij... Ik had hem uit het oog verloren, hij mij en ik hem. Maar hij kwam wel bij mijn broer en mijn schoonzusje. Dus ja. En nou waren ze aan de wandel met Bonno. Dus ja, en dan liepen ze hier door een straat hier vlakbij. Nou, zegt hij, hier zit. Ze woont hier vlakbij. Als je wilt, kennen we er wel even naartoe. Ja, lijkt me wel leuk. Dus wel, daar stonden ze hier in de tuin. Ja, kan gebeuren. En nou, hartstikke leuk. En nou ja, en ik moest me dus nog aankleden. Dat zou ik net gaan doen. Ik zou me net gaan wassen enzovoort. En dan wordt er geklopt op dat raam in die honden te keren. Ja, dan maar in je pyjama naar beneden. Wat moet je anders, hè? Dus nou, ik die deur weer op slot dat ze weer weg waren. Ik de deur weer op slot. Weer naar boven. De meiden gingen ook alweer naar boven. Die gingen alweer op bed. Die gingen alweer slapen. Ik denk, ja, ho. Lidokies. Maar ik ben wel even op bed gaan zitten. Ik heb eerst mijn telefoon gepakt, even nagekeken wat belangrijk was, daar nog op geantwoord. Heb ik me gewassen, aangekleed. En toen kwam ik beneden, heb ik Kandalf daar gelaten. Ben eerst met een meid uit geweest. Toen weer teruggekomen. Nou ja, toen hield mijn buurvrouw hier achter mij weer. Achter op straat hield ze me tegen, even aaien, de beestjes aaien. Nou, hartstikke leuk, lief en aardig. En toen kwam Erwin eraan en die is nou net de deur weer uit. Dus ja, en nu is het een kwestie van... Ik neem jullie trouwens wel mee. Ik ga na de DA-drogist even die gele snoepjes halen van dokter Vogel. Ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. En dan gaan we naar Marianne ermee. Maar ik zal ook nog eventjes, ja, ik moet nog wat anders ook doen. Ja, want, ik weet niet of ik dat red vandaag, maar ja, dat zien we wel. Nou ja, morgen dan wordt het minder gevlogd, gefilmd, gedaan, want morgenmiddag ga ik dus naar mijn lieftallige broer en mijn schoonzus toe op bezoek. Ja, zo'n tijd geleden, dat weten jullie. Maar in ieder geval, komt allemaal... Ja, kijk, die moet ik mee. Ik moet een nieuw potloodje voor mijn wenkbrauwen zo vast alweer kopen.
Ja, maar ik weet bij hoog en belaag niet eens niet waar deze vandaan komt. Ja, en ik moet achter... Ja, ik moet ook nog achter een lippenstift aan voor... Maar ik wil case-free en dat valt hier nergens te koop. Nee. Maar ja, komt allemaal goed. En ook komt het hopelijk goed met Danielle en Marcel. Want daar ben ik ook mee aan het helpen, dat weten jullie. Want Danielle, de ouders, dat kan ik geen ouders noemen. Ik heb het net met Erwin erover gehad. En ja, over meerdere dingen, ook over degene waar ik het niet meer over mag hebben eigenlijk. Ja, dan denk ik dat jullie het ook wel weten. Ik zeg niks, maar ik doe wat. Maar die vond het ook flauwekul. Ja, die moet zich na laten kijken. Nou ja, top, helemaal geweldig. Ja. Er was nog wat. Ja, die ouders van Danielle ook, die moet zich ook na laten kijken. Want wat die doen, dat mag niet. Nee. Dus dan ga ik ook met Danielle mee aan de gang. Maar ik ga nou eerst even lekkertjes voor Marianne aan de gang. Ja, ik vind het gewoon geweldig om mensen te kunnen, te mogen helpen. En wat een ander zegt, dat moeten hun weten. En ja, ik ben nou eenmaal een heks, maar wel een goede heks. Maar maak je me kwaad? Ja, dan heb je een verkeerde name. Zo simpel. Maar ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Nee, maar ik ben wel een heks. Ja, maar de goede, de witte. En dat werd me vandaag ook wel weer even onder mijn neus gedrukt. Dat ik een goed mens ben, een goede heks ben. En... dat ik een hart van goud heb. Oké, ja, goud dat blinkt. En ik blink zelf misschien ook. Ja, want ik ben een witte heks. En mijn heksennaam, ja, die zeg ik lekker niet. Want dat mag je niet verklappen. Mag je niet vertellen, enkel tegen heksenfamilie. Mag je het wel vertellen. Maar tegen een normaal persoon die daar niet in gelooft. Of wat dan ook. Ja, ieder zijn. Ik ben een christen. En men die zegt... En christen en heksen, dat past niet samen. Wel als God jou hebt uitgekozen om het te mogen zijn. En God die heeft mij uitgekozen om het te mogen zijn. Om anderen te helpen, omdat ik vanuit mijn hart werk. Dus ja, en ik heb een hele mooie naam. Ja, een hele mooie naam, maar die vertel ik niet. Nee, mag niet. Ja, dat is mij wel verteld dat dat niet mag. Enkel tegen je heksenfamilie. Maar in ieder geval, buiten dat allemaal om, lieve vrienden, ga ik er even lekker vandoor. En ik neem jullie mee. Maar ik ga ook even denken bij Albert Heijn. Ja hoor! Ik moet daar wel naartoe om te pinnen. Dat is een ding wat zeker is. Maar om dat te filmen, nou nee. Dat doen we maar niet. Nee. Ik word altijd boos als ik bij Albert Heijn binnen ben. Dan sta je bij die gele automaten binnen. Maar je ziet ook die lui allemaal bij die zelfkassageval dingen. Die ruimte. En daar word ik boos om. Dat hadden ze nooit moeten beginnen om dat te maken en te realiseren. Dat men daar kon gaan betalen. Want dat wil dat zootje in Den Haag. Want ze willen allemaal digitaal. Nee, dat willen wij niet. Wij willen gewoon contant betalen. Van alsjeblieft. Contant. Uit je hand, uit je portemonnee. Alsjeblieft. En niet via dat pin gebeuren. Ik vind dat afschuwelijk. Ja, dat vind ik. Maar ja, wie ben ik? Ieder zijn... Maar ik waarschuw wel iedereen. Ja, je moet het niet willen. En daarbij, ik doe daar ook helemaal geen boodschappen meer. Want ja, ik ga ook trouwens nog kijken of de Jumbo ook van het WEF is. Anders is het daar één keer naar binnen om wat te kopen. Om jullie te laten zien hoe het eruit ziet. Maar dan daarna niet meer als het ook van het WEF is. Nee, dat begint niet aan. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze.
Ik ga me klaarmaken om naar Myanmar naartoe te gaan. En ik zou zeggen, geniet gewoon een beetje mee. Doei! Ja, we staan bij V&D. Ik heb links tussen de hekken door. Op een andere manier kan ik niet filmen, want dan zien jullie dat. Nou ja, het kan even goed nog wel, maar het wordt wat minder zichtelijk, ja. Maar ja, zo kan het ook even een beetje. Ik weet niet of mijn hand ertussen kan. Wacht maar eens even. Ik zal eens even koeken. Nou ja, jullie zien het. Maar over zo'n werk zijn, ik zie niks. Helemaal op een jendo. Ik hoor ook niks. Nee. Maar ik heb mijn hand er wel tussendoor. Dus, maar ja, we gaan weer verder. Jullie hebben dit nou weer even gezien. Dus tot zo meteen maar weer. Ja, jullie zien het. We zijn bij Marianne. Lekker een bakje koffie. Ja. Maar we gaan even naar buiten. Hij zit hier in schuld. Ja, zei je. Nou ja, alles zit op. En dit behoort een boom te zijn. Een boom in een pot. En ja, hij doet het goed. Ja. Weet je, in de winter is hij helemaal kaal. Dat zijn kruidjes. Nou, dat ben ik, hè. Ben jij dat? Goh! Ja. En mooi, hè? Ja. Die is ook mooi. Ja, hij wordt al wat minder. Nou, kijk, daar heb ik nog een nieuwe. Die komt ook uit. Wat is dat? Een rhododendron? Ja, ja, dat is er. En dat is een kleine soort. Kijk, en daar komt gebroken hartje. Dat is Sylvester, hè? Hey. Ja. Dat is Sylvester. Hi, kerel. Jij ja, is Corina, hè? Ja. Ja, kind. Moet je ook zo zacht miauwen. Hé? Ja, dat mag. Het is echt heerlijk. Heerlijk, ja, echt. Dus ja, alles groeit en bloeit weer. Dit is een belletjesbloem. Ja. Belletjesbloem. Echt mooi, de hortensia. Ja. Het geeft denk ik zoveel troep, hè? Wat? Hortensia, als dat wel uitvalt. Ja, geeft al niet. Dat is, weet je, dat vermengt zich weer met de aarde. Ja. Het is alleen maar goed. Ja, maar het mag van overheid niet. Oh, je mag ook geen bloemen en planten in huis hebben. Ja, maar ik kunstroep. Wel. Ik wel. Ja, ik ook. Oké. Okay. Nee. Ik heb nou ook freesiaatjes. Oh, en die kennen ze lekker ruiken. Ja. Maar ik kon enkel de gele en de witte. Ik heb nou ook gekleurde. Ja, je hebt oranje, je hebt rood ook. Ja, maar ook gemengd. Ja. Kleur. Ik bedoel geel met rood, bij wijze van spreken. Oh ja, ja, ik hou van enkel. In mijn andere tuin had ik een... Ja, dat was ook een ja, nee, dat was... Leek op een vrees, ja. Maar ik weet het nou niet meer. Dat was echt rood. Prachtig. Ja. Maar ik ken de gele en de witte en ik zag deze en ik vond ze zo ja, mooi dat is gekleurd. Ik bedoel, in één bloem meerdere kleuren. Ja, dat is zo leuk. Ja. En hoe ga je er beleggen? Ja. Ga jij erbij liggen, kerel? Ja. Oh, godje. Nou, kijk, en hier staat mijn trots, hè. Dat zitten knopjes in, die. Roosjes. Het is een lila roos. Ja. Ooit gekocht in Schotland. En, in Schotland? Ja. En meegenomen uit Schotland? Ja, ja. Dus hij is al jaren oud. En hij is een paar keer verhuisd. En, ja, ik word er blij van. Ja, logisch. Ja. Dus die gaat straks alweer bloeien. Ja. Ja. Leuk is dat. Hè? En dat vind ik ook mooi, hè? Die kleur. Ja. Ja. Echt. Ja. Ja, zo rommel ik altijd wat. Nou, lekker toch? Ja. Lekker bezig. Met... Houtje van de straat. Houtje van de straat. Maar ik word ook altijd blij van, weet je. Ik kijk erop en ik word altijd blij van. Ja. 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 Nee. Zo'n vest er ook, hè. Wil je buiten zitten of binnen zitten? Ik denk aan jou. Ja, het zonnetje is natuurlijk lekker. Ja, het is ook goed voor ons. Ja.
Dan gaan we even hier zitten. Dan gaan we even hier zitten. Ja. We gaan de boel weer even eerst opruimen. En ja, ook binnen roosjes. Kijk eens. Ja. Wat mooi. Ik heb gisteren boodschappen gedaan. Ik denk, ik ga mezelf verwennen. Doe je helemaal goed. Doe ik ook. En ander doet het niet. We moeten het zelf doen. Nee, ik heb die gekocht. En die roze. Ja. Want het waren twee voor de prijs voor zover. Ja. Oh, ik vind het, is winter. Voorjaar. Maar ik vind het mooi. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later en geniet ervan. Zo, lieve vrienden, ja, daar ben ik weer. We zijn weer thuis. Ja, en ik heb me wat zelf cadeau gegeven voor Moederdag. En dat moet kunnen, ja. De kinderen doen het niet meer. En ik, ja, want dat gaat hek nog maar één kind over. En die, ja, die doet er ook niet aan, nee. En mijn mannetje, die had me altijd wel wat gegeven met Moederdag. Dus nou, denk ik, doe ik het zelf toch? Ja, zolang mijn mannetje er niet meer is, doe ik het ook al zelf. Dat heb ik hem beloofd. Dus ja, dan doe ik dat ook. En dat zijn, ook even zelf zo, die zwarte oorknopjes in ieder geval. Die zwarte. Nou, ik denk dat het is weer eens wat anders dan die witte glimmertjes. Het staat me wel, die glimmertjes. Ik ben er ook wel gek op, maar ik vind dat ook wel wat hebben, die zwarte. Ja. Die zwarte, helemaal top. En ze glimmen toch ook enkel op een andere manier. Ja, maar het past wel weer bij me. Ja. Wat is het te snuffelen? Ik heb geen hondjes geaaid en gezien. Ja, wel gezien. Allemaal op afstand. Allemaal op afstand. Ja. Dus ja, en ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ik heb de boodschappen ook weer opgeruimd. Ik had een beetje boodschap gehaald. Niet eens niet veel. Ik moest twee flessen schoonmaakspul weer hebben. Ik heb iets lekkers meegenomen voor bij de koffie. En mijn knabbel, kaasknabbeltjes waren bijna op. En ik denk, nou neem ik ook weer even wat van mij. Dus ja. Veel was doen ze niet. Nee. Dus, maar in ieder geval, ik ga nou lekker eventjes mijn spel eindelijk doen. Heb ik ook nog niet gedaan. Oud-minister trekt aan de bel. Pensioen verdwijnt in de Noordzee. Ik had nooit niet een pensioen zien zwemmen. Maar ja, het is van wel weer waarheidsnieuws wat ik zie. Maar ik heb geen zin om het allemaal weer te gaan lezen. Lekker belangrijk. Geen fut in. Toedelidoki. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Smakelijk eten. Bon appétit. Ik heb een lekker Chinees eten in de koelkast staan. En dan gaan we lekker vanavond weer verder mee eten. Ja. Dus ik kan nog wel even leien. Komt allemaal wel goed. Ik heb een bakje koffie staan. Dus ja. Gewoon lekker even genieten. Even van de rust. Kandalf heb ik buiten. Dus die moet ik nog even in de gaten houden. Die is in de tuin. En zodra die miauwt, wil die er weer in. En dan kan ik de deur verder open doen. Dus dat nou op het middelste haakje, dus ja. De meiden kan er niet naar buiten, maar ze kunnen wel frisse neuzen krijgen. Ja, net zo min als ik. Maar als ik de meiden naar buiten laat, dan gaan ze Kandalf opjagen. En dat wil ik gewoon niet hebben. En vooral Rijke, die wil spelen. Maar Rijke is te wild voor dat beestje. Dus dat wil je niet hebben. Maar oké, geniet van alles wat met jullie doen. Maar geniet een beetje mee. Tot later. Doei doei. Nou, leggen ze daar niet lekker. Zo heerlijk, die twee. Hè, mijn meisjes. Ja, we gaan zo meteen naar bedje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Welterusten allemaal. Lekker slapen. Met mooie dromen. Uiteraard allemaal morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ga je al vakantie? Of ga je nog op vakantie? Of weet ik veel wat. Maak er een gezellige boel van. Geniet ervan. Geniet met elkaar. Geniet van alles. En geniet ook een beetje met ons mee. Voor nu zou ik zeggen. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!